Als je haar charmante Brabants accent hoort, dan zou je het niet zeggen. Maar ik heb hier tegenover mij zonder twijfel de grootste Feyenoord fan van het land zitten. En zelf is ze al sinds haar 16e topscorer bij de SP en heeft ze meer balcontrole dan haar witte herder Laika. De topper van ons, dames en jongens, meisjes, Lilian yeah. Hey, Hallo goedemorgen. Alles goed, Lilian? Morgen. Ja, zeker, zeker. De campagne is lekker op stoom, dus druk aan de gang. Maar zeker. hartstikke leuk. Het is de, de eerste keer in de Tweede Kamerverkiezingen voor jou als lijsttrekker. Uh, neemt dat ja. de, de, de nodige zenuwen met zich mee? Ja, wel, het is natuurlijk wel super spannend. Uh, ik bedoel, uiteindelijk, uh, ja, je doet het met het team. Dat is ook allemaal waar. Maar er wordt toch net wat extra naar mij gekeken. Dus uh, dat vind ik wel spannend. Maar uh, vooralsnog, uh, ja, ik zit er wel lekker in. Dus dat is wel fijn. En wat is de gedroomde uitslag, uh, de voorspelling? Ja, we gaan voor winst. We hebben nu 14 zetels. Dus uh, ja, ik hoop eigenlijk wel dat dat gaat lukken. Dat we in ieder geval gaan winnen. Nou, het is in ieder geval tijd om uh, jou beter te leren kennen. Op een uh, hele bijzondere manier. Dat doen we, proberen we elke keer te doen als, er weer, uh, als het verkiezingstijd is. Uh, het is tijd om uh, ja, de supersnelle 60 seconden met je te gaan doen. Uh, het idee is heel simpel. We leren je binnen de minuut een heel stuk beter kennen. Want ja, je moet zoveel mogelijk vragen binnen die minuut beantwoorden. Um, zullen we even een oefenvraagje doen? Ja, ik ben heel benieuwd. Okay. Toen je klein was, wat wilde je later worden? Dierarts. Oké, okay, dat is niet helemaal gelukt. Wacht, uh, oh. <laughs> pret niet drukken. Maar goede, goede testvraag. Dus ik stel, ja. uh, we, we laten een klok uh, die duurt één minuut. En binnen die uh, 60 seconden gaan we proberen zoveel mogelijk vragen. Hopelijk beantwoord te krijgen. Klaar voor? Ja. Zeker weten. Daar gaan we. Torentje of Kamer? Ah, Torentje. Op de tribune bij Feyenoord of een lange wandeling met Laika? Oh, alle twee leuk, maar dan doe maar op de tribune bij Feyenoord. Op welk dier lijk je het meest? <laughs> op welk dier? Ja. Uh, ik denk op een uh, leeuw. Koken of afhalen? Uh, afhalen. Dirk Kuyt of Willem van Hanegem? Ach, ja, <laughs> daar valt als Feyenoord niet eens te kiezen, hè. Nou, dan doe ik Dirk Kuyt, want die maakt ons kampioen. Vleestomaat of cherrytomaat? Sherry <laughs> Thomas. Regeren met de VVD of in de oppositie met de PvdA? Ah. Ja. Uh, nou, dan doen we maar regeren met de VVD. Maar dan wel heel groot worden zelfs. Zodat we ze echt naar links kunnen trekken. Paradiso of Concertgebouw? Paradiso. En daar... De... Ah! We zijn er doorheen. Dit was het al. Jeetje. Dat oh. was een rappe minuut. <laughs> het waren er acht... Uh, ja, acht. Ik had nog kunnen vragen, bijvoorbeeld, uh, wat is je bijnaam? Uh, maar ja, goed, dat moeten we dan volgende keer maar doen. Aha, ja, u te goed. Ja. Uh, gelukkig ja. mag je nog wel even richten tot de radio 10-luisteraar. Want um, ja, wat is jouw boodschap voor hem of haar? Waarom moeten zij op jou stemmen? Ah, nou, ik vind eigenlijk vooral dat iedereen op 17 maart echt moet stemmen op de partij die. ...je gewoon het meeste aanspreekt. En uh, ik weet niet, mijn collega's zullen deze tijd vast gebruiken... ...om een mooi campagnepraatje te gaan houden. Nou ja, laat ik dat niet doen. Je kan me wel trouwens, als je met me door wilt praten... ...over thema's die wij belangrijk vinden... ...in je eigen huis halen. Dat kan namelijk via haallilianinhuis.nl. En dan kom ik bij jou thuis langs. Je kan me neerzetten waar je maar wil. Ik hoop wel op een beetje een gezellig plekje in jouw woonkamer... Maar dan kunnen we het hebben over uh, goede zorg, betaalbare huizen, eerlijke overheid, waar je het maar over wilt hebben. Nou, dat is gezellig. Ondertussen zitten we hier uh, bij Radio 10 uh, tot over onze nek in de ethisch. Het is de ethisch maand. En uh, de films, de outfits, de haardracht, alles. Maar vooral natuurlijk de muziek zullen we nooit vergeten. En daarom ook aan jou de vraag: wat is jouw favoriete plaat uit de ethisch en waarom? Ja, mijn favoriete plaat is uh, van you too. U2 heeft sowieso wel uh, een plek in mijn hart. Mm -hmm. Maar uh, in het bijzonder, in het bijzonder uh, de plaat Bad. Uh, want die werd gespeeld op Live Aid. Uh, en ik ben uit 1985. En dat werd precies rond mijn geboorte. Uh, dat U2 daar optrad met de hele indrukwekkende versie van Bad. Nou, daar kreeg ik toen natuurlijk allemaal nog helemaal niks van mee, zoals je kunt begrijpen. Maar voor mijn ouders is dat dus altijd wel een bijzonder uh, nummer geweest ook. En ik heb dat daarna heel erg vaak moeten zien en horen. Maar ik ben het zelf ook heel erg gaan waarderen. Want het is ook gewoon een hele mooie uitvoering van, uh, van het nummer Bad van YouTube. Nou, we gaan hem draaien. Hartelijk dank. En hier is YouTube. Radiotien.